Vandaag een bijzondere aflevering over de Joodse gemeenschap hier in Arnhem. Ik ben er nog nooit geweest. Wat tref ik straks aan binnen? Een prachtig gebouw, daterend uit 1853, wat helemaal gerestaureerd en opnieuw helemaal gemaakt is, zoals die 160 jaar geleden is gebouwd door de architect Heuvelink. Dat zult u aantreffen. Bent u het daarmee eens? Ik ben het volkomen mee eens. En naast het mooie gebouw hebben we hier een hele gezellige en maar kleine, maar toch wel een hechte gemeenschap. U kijkt naar een bijzondere, dit is Arnhem. We staan hier in de Joodse hoofdsynagoge in Arnhem. Hoe zou u, meneer Kellerman, de sfeer in deze shul, zo wordt die ook genoemd, hoe zou u die beschrijven? Onveranderlijk zoals u altijd geweest is. We zitten met heel weinig mensen mee hier, maar de sfeer is absoluut gelijk aan wat die vroeger was. Wanneer is de shul gebouwd? In 1853, door meneer Heuvelink, stadsarchitect toen de tijd. En een van zijn meest verworven, prachtige dingen die hij gemaakt heeft, is dus deze synagoge, ofwel de shul. Op 8 houten pilaren is die gebouwd, zonder dus een metalen binnenkern. En die hebben dus inderdaad de oorlog kunnen overleven. Dus al het geweld van de slag om Arnhem, die op 50 meter afstand van onze synagoge heeft plaatsgevonden, daar heeft het dus eigenlijk geen invloed op gehad. Hoe was het leven toen deze shul af was? Hoe was het Joodse leven in Arnhem? Die was groot. We waren groter dan welke plaats dan ook in Gelderland. De hoofdrabbijn heeft toen zijn zetel verplaatst naar Arnhem. En wij hadden hier dus Joodse scholen, 4, 5 lokalen. En die waren allemaal gevuld. En er was een oprabbijn die hier in Arnhem ook de zetel had. En voorgangers, meneer Boas, die dus gelukkig de oorlog heeft overleefd. Heeft ook na de oorlog, heeft hij ons dus op de kippenmarkt toen de tijd, heeft hij ons dus op de Joodse school toen lesgegeven. Hoe vaak bezochten de mensen hier deze synagoge, deze shul? Het was natuurlijk ook een gemeenschap. Een shul is eigenlijk het Jiddisch voor synagoge. Het woord synagoge gebruiken wij over het algemeen niet zoveel. Shul is eigenlijk het gebouw waar alles plaatsvond. Dus er waren vergaderingen, er waren feesten, er waren godsdienstuitoefeningen. Dan hadden we hier dus de kerkelijke situaties op Shabbat, dat is de Joodse zaterdag. Vrijdagavond begon het al, maar door de week was het dus ook, als er een overledene herdacht moest worden, kwamen we toch weer allemaal naar shul om de gebeden op te zeggen voor diegene die overleden was. En dat was bijna dagelijks dat hier dus gebruikt was, of de school, of dat er hier dus godsdienstbeoefeningen was. En er was ook een Joods badhuis? Ja, het mikwe heeft in de kerkstraat gestaan, die is jammer genoeg na de oorlog bijna niet meer gebruikt. Er is trouwens nog maar een paar in Nederland die in gebruik zijn. Onder andere in de Snogen in Amsterdam en in Utrecht. Maar wij hebben jammer genoeg dus weer geen mikwe, oftewel Joods ritueel badhuis. Hoe ging het toen uiteindelijk verder tot aan de oorlog met het Joodse volk hier in Arnhem? Tot de oorlog was er gewoon volop alles. Heel veel huwelijken natuurlijk gesloten. Kinderen die geboren werden, Joodse scholen. Een complete Joodse samenleving was er. Waarvan dus op het eiland, achter waar vroeger de Bijenkorf geweest is, waar de meneertje nog dat beeldje op de plein zit, dat was eigenlijk wel het hart van het Joodse Arnhem. Bentingstraat, Kerkstraat, al die straten eromheen. Dat was het Joodse leven daar. Er waren slagers, er waren kruidenierszaken, ook koosjere zaken. Dus het compleet leven. En toen kwam Wereldoorlog 2. Ja, aanvankelijk ging dat heel rustig. Dat hebben ze op een hele sluwe wijze gedaan. Maar steeds meer kwamen dus alle Joden in de verdrukking. We moesten een ster dragen. We wisten niet hoeveel eigenlijk Arnhemmers Joods waren. Dat kwam omdat er dus heel veel Duitse Joden gevlucht zijn naar Arnhem, onder andere. Die gaven zich niet meer bij de gemeente op, want die hadden meegemaakt wat er in Duitsland gebeurde. Dan stonden we genoteerd. Dat wilden ze niet meer. Dus heel veel Duitse Joden weten we dus niet hoeveel dat er hier waren.
Er zijn er gelukkig nog de paarden de oorlog doorgekomen. Maar van ongeveer een kleine 2000 Joodse Arnhemmers hebben er dus maar 800 de slag overleefd. En die kwamen zo getraumatiseerd uit de oorlog. Maar het was ook een beetje mode om te gaan immigreren. Dus naar Canada, Amerika, Israël en Australië. Dus de Joodse gemeente SEC die is maar heel klein gebleven achteraf. Wat zich een beetje kon handhaven, dat was Amsterdam en omgeving, Amstelveen. En daar heeft iedereen zich zo'n beetje teruggetrokken. Of althans hebben daar hun zetel naartoe gebracht. Want daar waren scholen, daar waren nog winkels. Daar waren diverse synagogen, shuls. Dus met andere woorden, buiten de Randstad liep eigenlijk Joods-Nederland leeg. Hoeveel leden heeft deze hoofdsynagoge? Op dit moment zijn 42 leden ingeschreven. Dat is schrikbarend laag. Ja, dat is laag. Het is veel hoger geweest. En we krijgen het niet omhoog. Wat er in Arnhem is overgebleven na de oorlog en de jaren daarna, is een steeds kleinere gemeenschap. Die gemeenschap is klein geworden omdat er geen nieuwe mensen bijkomen. De jongelui die hier ooit gewoond hebben, waar de heer Kellerman over gesproken heeft, of Joodse lessen en dergelijke, die zijn inmiddels ook oud geworden. En de kinderen daarvan, die hebben gekozen om elders te gaan wonen, met name richting het westen. Velen zijn geëmigreerd, Amerika, Israël. En Arnhem is een gemeente gebleven van oudere mensen. Het is heel moeilijk om dat te zeggen, maar is op het ogenblik een beetje aan het uitsterven. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Want dat lijkt me best een hele moeilijke kwestie. Dit is ook bijzonder moeilijk. En we hebben er ook erg veel pijn aan. Maar wij kunnen het niet keren. Er zijn te weinig mensen. En wat betekent dat uiteindelijk voor de shul waar we nu staan, dit prachtige gebouw? Voor deze shul is het een groot gemis. Het is zo dat wij op dit moment met moeite slechts één keer in de 3-4 weken een shuldienst kunnen houden. U weet, voor een shuldienst heb je tenminste 10 mannen boven de 13 jaar nodig om een dienst te kunnen houden. En dat is in Arnhem al een moeilijkheid. En dan zit u in het bestuur. Wat denkt u te gaan doen? Wat wij op dit moment nog kunnen doen is het gebouw in stand houden, het monument in stand houden, de Joodse gemeenschap vertegenwoordigen naar buiten. De geschiedenis van het Jodendom, van de Joodse gemeente Arnhem naar buiten brengen. Dat wordt gedaan door twee van onze leden die daar zich een beetje in gespecialiseerd hebben. De heer Kellerman. De heer Kellerman houdt zich met name bezig met uitleg en les tussen haakjes aan de schooljeugd. Hier naar de synagoog gekomen in het kader van de maatschappijleer. Daar vertelt hij de geschiedenis van het Joodse volk en een stukje religieuze kennis. Een ander is de heer D. Meijers. Die geeft ook rondleidingen hier in de synagoge. En dat is meer voor groepen van volwassenen. En wordt er dan verteld over het Joodse leven, hoe dat er precies uitziet? Ja, er wordt verteld over het Joodse leven. En dan is het de bedoeling dat men vragen gaat stellen. En die vragen worden dan zo goed en zoveel mogelijk beantwoord. En er komen ontzettend veel vragen over naar voren. En met name bij de jeugd merken we dus dat zij heel weinig weten wat het Jodendom eigenlijk is. En ze komen erachter, de jongelui, dat er heel veel dingen en zaken uit het Joodse leven in het huidig maatschappelijk leven zijn verweven. Waar ze eigenlijk helemaal geen weet van hebben. Namen van grote Joodse filosofen, componisten, rechtsgeleerden en dergelijke. Als je ze 1, 2, 3 opnoemt, zo'n hele rij, dan zeggen ze, hé, hoort die daar ook bij? Niemand weet het. Maar hoe is het voor u met uw Joodse achtergrond om hier in Arnhem te bewegen? Dat kunnen wij gelukkig nog goed. Het enige is, wat je tegenwoordig niet meer kunt, is met een keppeltje op straat te lopen. Daarom lopen we op het ogenblik toch het risico om nagejouwd te worden. En dat is bijzonder pijnlijk. Dat vind ik nog erger dan de kleine gemeenschap die wij nog hebben in het stand te houden. Want dat is iets wat wij niet kunnen begrijpen, dat zoiets nog steeds voorkomt. Daar moeten we toch wel oog voor hebben. Want we hebben natuurlijk afgelopen jaar, we hebben natuurlijk 4 en 5 mei, waar we aan denken met z'n allen. Maar we hebben natuurlijk ook 70 jaar slag om Arnhem, 70 jaar bevrijding hebben we gevierd.
En wat doet dat met u? Dat doet met ons veel. Kijk, wij zijn Joden. Maar we zijn Nederlanders. Wat u voelt, dat voel ik. Waar u op het ogenblik risico loopt om in de supermarkt in te gaan en waar een aanslag gepleegd kan worden, dit risico loopt u, die loop ik ook. Alleen wij lopen alleen hier bij de synagoge wat meer risico. Gelukkig in Arnhem niet. Daar is het nog allemaal rustig. We hebben hele goede buren die op onze synagoge letten. We hebben een bijzonder goede medewerking van de stadsbestuur, van de burgemeester. Zowel de vorige als deze burgemeester, ook van de politie. Dus wij zijn hier in de synagoge niet bang. Maar we moeten wel alert zijn. Denkt u nog wel eens vaak aan de verschrikkingen van de oorlog? Daar denkt iedereen, denk ik, iedere dag aan. En dat is iets wat bij ons is en wat niet meer weggaat. Zeker in deze generatie. Ik praat dan over de generatie die dit allemaal heeft meegemaakt. De jonge generatie direct na de oorlog, die hebben daar ook nog erg veel last van. De zogenaamde tweede generatie. Die hebben een rugzak van de ouders vaak meegekregen. Niet allemaal, maar heel veel hebben een rugzak van de ouders meegekregen. Maar de jongelui, die zien het als geschiedenis. Ja. En bent u nou met al die terreuraanslagen en moorden die we het afgelopen jaar alleen al hebben mee moeten maken, ook elders in de wereld, bent u dan extra bang? Nee, niet extra bang. We zijn wel extra alert. Hoeveel Joodse mensen wonen er in Arnhem voordat de oorlog begon? Om de 2000. En daar was u er één van? Ja, ik was daar één van. Op de Hondenstraat. Hoe beleefde u dat als kleine jongen? Ja, je weet dat niet beter. Dat is gewoon Joods zijn, is net zoals ademhalen. Je doet het en je bent het en je weet het niet. Je bent het. Toen was u ook nog een hele kleine jongen toen uiteindelijk ons land bezet werd door de Duitsers. Hoe was dat voor u? Ik heb dat zelf heel als angstig ervaren. Het is afschuwelijk dat je dat voelt. Dat je dus laarzen nog steeds haat. Van mijn eigen kinderen zat als ze laarzen aan hebben. Dat komt uit de oorlog. Omdat je dus op die niveau was van een kind van 5, 6, 7 jaar. En je dus op de straat zat, bij wijze van spreken te knikken. En je kwamen die laarzen voorbij. Nou, die laarzen, dat is dus een symbool voor mij gebleven van onderdrukking. Van vernietiging. Van afschuw. Ja. Toen was de oorlog voorbij. Waar was u toen? We waren in Silvolde. En dat is een hele precaire affaire geweest. Ik hoef niet in de details. Maar toen zijn we van Silvolde weer teruggegaan naar Arnhem. En toen kwamen we dus weer bij de Joodse gemeente. Wat er van over was. En iedereen keek iedereen aan van... waar is iedereen? Maar iedereen was er niet. Ouders gingen iedere keer naar de brievenbus. Kijken of ze van het Rode Kruis wat hoorden dat er nog iemand overleefd was. Maar dat was natuurlijk nooit meer. En nou, toen kwamen we op de Joodse school en ja, daar kregen we dus om het bureau van onze voorganger, meneer Boas toen, kregen we Joodse les op zondagmorgen naar woensdagmiddag. Balen, want ik wilde voetballen, maar ik moest op mijn fietsje naar de Joodse school. Achteraf gezien wel heel fijn, maar dan weet ik dus nu een heleboel kinderen wat ik had vertellen wat ik toen geleerd heb. En toen zaten we met de kinderen, om een jaar of 12, 13 aantal, zaten we dus om zijn bureau en kregen we Joodse les. Kon u met uw Joodse achtergrond wel weer het leven hervatten na de oorlog? Het was toch anders. Hè? Je was gestigmatiseerd, heet dat tegenwoordig. Je had een bepaald iets op. Ik weet nog goed dat ik eigenlijk heel erg schrok na de oorlog. Dat het een van de eerste wat de kinderen in de Achterhoek zeiden, vuile Jood. Toen dacht ik, pff, komt dat dan vandaan? Ik bedoel, dat was helemaal iets vreemds. Nou, na de oorlog was het toch wel aanpassen. Je was... toch wel niet direct prominent. Je had natuurlijk heel veel contact in de Joodse gemeenschap zelf. We kregen zelfs nog een opleiding om in 1948 eventueel naar Israël te gaan. Maar dat is toen niet doorgegaan, want toen kwam de bevrijdingsoorlog en we wisten niet hoe lang dat zou duren. Dus toen zijn we hier in Nederland maar blijven settelen. Kun je eigenlijk nu, anno 2015, nog iets terugvinden van het Jodendom toen? Ja, het Jodendom, dat verandert natuurlijk niet. Dat is een gegeven wat 3.500 jaar langer bestaat. En dat verandert niet. Dat is zoals het dus toen was, is het nu nog steeds. Alleen, de gemeenschap verandert. Er is geen gemeenschap meer.
En vindt u het jammer dat er zo weinig mensen over zijn met een Joodse achtergrond? Ja, dat is iets wat ons dus dagelijks bijna bezighoudt. En voor het bestuur, wat dus momenteel dus de Joodse gemeente nog wat daarvan over is bij elkaar moet houden en moet dingen regelen, is het natuurlijk super zwaar. Want je hebt maar uit een hele klein arsenaal te kiezen om nog iets te kunnen realiseren. In Amsterdam en omgeving, daar is nog volop een goed Joods leven te leven. Maar wat wij dan noemen de Medine, dus alles buiten Amsterdam en Amstelveen, is het ongelooflijk moeilijk. Ja. We staan hier in deze prachtige synagoge, deze shul. Zal er ooit een dag komen dat hier de deuren moeten sluiten? Ik hoop het niet. Ik hoop niet dat we zo ver komen dat we deze synagoge moeten sluiten. Maar wij proberen wel middels sociale activiteiten deze synagoge open te houden en op de kaart te zetten. En ik hoop dat we met die sociale activiteiten dus de Joodse gemeenschap in Arnhem een blijvend bestaan kunnen geven. Zodat men weet dat er een Joodse gemeenschap is, hoe klein dan ook. Dat men weet dat er een grote Joodse gemeenschap is geweest. En dat is het doel waar wij eigenlijk naar werken. Ik hoop niet dat ik de laatste voorzitter zal zijn die op een zekere dag de deur definitief zal moeten sluiten.